En voor onze tweede wijnfietsroute zijn we in het oosten van Zuid-Limburg. We starten bij Wijngoed Fromberg. Carmen, prachtig wijngoed in Ubachsberg. Hoe lang bestaat Wijngoed Fromberg al? Wij bestaan vanaf 1991, zijn wij gestart. Toen nog heel klein. We zijn nu niet massaal groot, maar we zijn wel gegroeid door de jaren heen. We hebben nu zo'n 3 hectare grote wijngaard. Dan verbouwen we stille wijnen en mousserende wijnen wat wij produceren. Als ik het goed begrepen heb, waren jullie ook een van de eerste, of de eerste in Limburg, die mousserende wijn? Ja, we zijn inderdaad ooit de eerste geweest die met mousserende wijn volgens traditionele methode gestart is. Jullie hebben ook een nieuw gedeelte van het wijnbedrijf, deze mooie aanbouw. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we zijn gestart met de verbouwing in eind 2019. 2020 in april zouden we open gaan, maar ja, helaas in maart kwam corona, dus we moesten alles dicht. We zijn dus nu geopend voor een glaasje wijn of een wijnproeverijtje binnen in de nieuwe locatie of buiten op het terras als het mooi weer is. Met een heerlijk uitzicht. Ja, dat zeker. Onze tweede stop vandaag is in het gehuchtje Holstedt, waar we een bezoekje brengen aan het bruisende wijnhuis Domein Holstedt. Ja. Kirsten, als ik het me goed herinner, ben jij al heel erg vroeg verliefd geworden op wijn. Ja, dat klopt. Wat is het wat jou zo aanspreekt aan de wereld van de wijn en de wijnbouw? Op hele jonge leeftijd heb ik mogen ontdekken hoe bijzonder de geuren en smaken zijn die een wijn kan geven. Iets wat de natuur geeft, een mens een goede draai aangeeft, dat het zo'n fraai eindproduct kan worden. Ja, dat vind ik heel bijzonder. En nu maak je hier alleen maar mousserende wijn. Ja, waarom klopt. Kiezen jullie ervoor om alleen maar sprankelende wijnen te maken? Ja, het heeft eigenlijk twee redenen. Natuurlijk door de ligging van de wijngaarden hier in Holstedt. We zitten relatief hoog gelegen, rond de 180 meter boven NAP. En het tweede vinden we natuurlijk heel leuk om ons te focussen in een niche product. Mm-hmm. Dat je in een product wat zo complex is, dat het ook nog een tweede gisting op de fles moet krijgen, ons helemaal kunnen focussen op de kwaliteit van dat product. Ik heb begrepen dat heel veel mensen denken dat je alleen van Pinot Noir en Chardonnay goede mousserende wijnen kunt maken. Jullie hebben 5 druivenrassen staan waar jullie mousserende wijnen van maken. Ja, dat klopt. Wij werken met zowel de duurzame nieuwe rassen en de klassieke rassen. Mm-hmm. Dus we hebben Johanniter, Cabernet Blanc, Sauvignon Gris en Chardonnay en Pinot Noir. En daar maken wij dus mousserende wijn van. We kiezen ervoor om naast de traditionele rassen ook met de nieuwe rassen te werken, omdat we die duurzamer kunnen telen. Mm-hmm. En daarmee ook een soort van nieuwe smaken op het gebied van mousserende wijn in Nederland kunnen introduceren. En dat vinden we onderscheidend. We willen graag een onderscheidend product leveren. En de mensen kunnen dat onderscheidende product hier proeven, maar ze kunnen hier ook komen logeren en rondleidingen boeken. Ja, dat klopt. Dus op het wijndomein hebben we 7 gastenkamers. Ze kunnen hier dus overnachten. We hebben een vakantiewoning. Maar je kunt natuurlijk altijd terecht voor een rondleiding met proeverij. En ja, zelfs heel leuk, over een jaar hopelijk, ook terecht in ons nieuwe restaurant, waar je dan ook uitgebreid kunt gaan eten in combinatie met onze wijnen. Nou, kijk eens aan. Ja. Heel erg leuk. En onze volgende stop is de perfecte locatie voor een pauze. We zijn namelijk bij Wijngaard Sint Martinus, bij de hoofdvestiging in Veilen. En wij pauzeren met mijn persoonlijke favoriet, dat is de Josephine. Cheers. Dan, we staan hier dan wel tussen de wijngaarden, maar eigenlijk heet dit stukje van wijndomein Sint Martinus de proeftuin. Ja, dus de proeftuin. Hier staan allemaal 125 rassen staan hier, die we allemaal testen. We hebben maar 5 plantjes per soort. En dan testen we gewoon mee zeg maar, hoe het in ons klimaat doet. We hebben ook geen namen, dus het zijn allemaal nummertjes. En uiteindelijk als het hier goed gaat, dan gaan we ze aanplanten in een van onze wijngaarden. We hebben natuurlijk 28 hectare. En dan gaan we steeds zeg maar, kijken welke het beste ros is zeg maar, voor de toekomst. Dus waarschijnlijk mijn kinderen gaan dit misschien aanplanten. Je weet het niet, hè? Dat is een unieke werkwijze die vrij bijzonder is en waar jullie eigenlijk de enige zijn die op die manier te werk gaan. Ja, omdat ik het wel belangrijk vind. We zijn natuurlijk een heel natuurlijk en we zijn een circulair bedrijf. Natuurlijk, uiteindelijk gaat het altijd om de kwaliteit. Je kunt zo'n mooi verhaal hebben, maar als er niet te drinken is, dan zijn we ook klaar. Maar ik vind wel dat ik zeg maar, beter moet achterlaten als dat ik het gekregen heb. En dus voor mij is dat duurzame en ook kijken naar rassen die we minder hoeven te spuiten. Geen herbicides gebruiken, geen kunstmest, et cetera. Dat is voor mij wel belangrijk.
Het is een absoluut meerjarentraject. Jij bent al de tweede generatie in het familiebedrijf. Ja, dus misschien komt er nog een derde generatie, een vierde generatie. Maar ze zijn nog jong, dus ik weet niet wat ze gaan doen. Misschien worden ze een filmster of ze worden zoals jou. Wie weet, hè? Dat weet je niet. Dus. Ook films, ja, filmster. Dus, ja, daarvoor zei ik het. Dit is de hoofdlocatie van Sint Martinus. Hier kunnen de mensen ook komen om de wijnen te proeven en om ze mee naar huis te nemen. Tuurlijk, want uiteindelijk doen we wijnproeverijen. Dus wijnproeverij met wijnspijs. Dan krijg je door de chefkok allemaal kleine gerechtjes die erbij horen bij de wijn, die wij passend vinden. En dat is eigenlijk de bedoeling, wijnspijs voor ons. Natuurlijk mensen hier lekker proeven, lekker genieten. En natuurlijk een flesje of een doosje wijn meenemen. Want het is natuurlijk een wijnbedrijf, geen openbaar terras. En voor onze volgende stop zijn we in wijndorpje Waalwieler, waar we een bezoekje brengen aan wijngaard Hubertus. Harry, u bent al sinds 1982 hier met de wijngaarden in Waalwieler bezig, maar volgens mij bestaan ze al veel langer. Ja, hier is dokter Schepel begonnen in de jaren 70, samen met een architect uit Maastricht, de heer Raamakers, die lang overleden is, trouwens die dokter Schepel ook. En die zijn in de jaren 70 begonnen met twee wijngaardjes. En ik heb dat overgenomen van die architect uit Maastricht, meneer Raamakers. En dat van Schepel, dat is eigenlijk overgenomen door Wim Hendricks. Ja, en toen heb ik het weer overgenomen. En als ik het goed begrepen heb, is het een niet-commercieel wijnbedrijf. Wat betekent dat precies? Nou, eigenlijk ben ik geen bedrijf. Ik heb dit als tuin. Ik krijg hier een aantal honderden flessen wijn per jaar vanaf van mijn wijngaard hier beneden. En van deze wijngaard ook een aantal honderden. En dat is professioneel niet interessant. Dus het is eigenlijk gewoon een hele leuke hobby. Het is gewoon een leuke hobby, ja. En in Waalwieler is wijn best groot. Het staat bekend als het wijndorp van Limburg. Hoe kan dat? Nou, we zijn hier een gemeente met 7 of is intussen 8 kerkdorpen. En ieder dorp profileert zich op een bepaalde manier. Epen komt van Apa en dat betekent water, dus die noemen zichzelf het bronnendorp. In Wielree is al heel lang een brandbierbrouwerij, dus die noemen zichzelf het bierdorp. Ja, en dan zijn wij het wijndorp. Mm-hmm. Volgende stop op onze route is wijndomein Aldenborg. Dit is het bezoekadres, maar als je hier een stukje rechtdoor gaat en de berg naar boven volgt, dan kom je bij de wijngaard. Peter, hier in het noordelijke stukje van IJs maak jij meest pure vorm biodynamische wijnen. Maar wat betekent dat precies? Ja, dat betekent feitelijk dus dat we werken op basis van symbiosis. Biodynamiek, dat wil zeggen van dynamisch. En waar wij op gefocust zijn, dat is dat de plant dat die samenwerkingen aangaat met de microbiologie. Dat doet hij vanuit nature. Dus op het moment dat een druivenstruik in een bos staat, aan de rand van het bos, dan gaat hij ook samenwerkingen aan met microbiologie. En dat doen we hier stimuleren. Wij doen dat heel concreet door een cultuurmaatregel. Wij extraheren schimmels en bacteriën uit compost. En met een soort van discokanon verspuiten we dat 1 keer per week hier in de wijngaard. Dat is eigenlijk biodynamiek. En dat vertaalt zich in wijnen die erg veel extract hebben. Als het ware, zeg maar, de bodem wordt geëxtraheerd. Of dat nou kalkmergelgrond is, zoals in IJs, maar ook granietbodems. Dus je gaat als het ware alles ruiken en proeven wat de bodem te geven heeft. Maar de mensen kunnen de wijnen van domein Aldenborg ook hier om de hoek bij de IJzerhalde. Ja, IJzerhalde bij André Leclerc is de wijn te koop. En dan moet je wat verder reizen op 2 plekken in Amsterdam. Want je merkt toch dat in Amsterdam, daar komt veel meer internationaal volk wat erop gefocust is. Ook Bob Wijnen heeft de wijn van ons. En Benelux wijn, Wijn, dat is dan in het Engels. Die hebben onze wijn in Amsterdam in de pijp te koop. En voor onze allerlaatste stop, voordat we terugkeren naar ons startpunt, zijn we bij Domein Salamander in IJzerheide. John, Domein Salamander. Hoe lang bestaat deze wijngaard al? Dat wordt nu 16e jaar dat die ingaat, dus ruim 15 jaar. En u heeft hem zelf opgestart 15 jaar geleden. Ja. Heeft u bewust gekozen voor deze locatie? Jawel, de grond is goed, we hebben grondmonsters genomen. Bovendien liggen het natuurlijk om het bedrijf heen, dat heeft ook zijn voordelen. Ja. Dus zodoende dat we het hier gedaan hebben. Wat maakt de bodem hier zo goed voor de wijnbouw? Ja, we zitten hier in Limburg op Lus, in de ondergrond Mergel.
En dat proef je ook al door in de wijnen. En we hebben grondmonsters laten nemen en dat kwam ook uit naar voren dat het een hele mooie bodem is. Mm-hmm. Dus zo doet het. En u heeft dan specifieke druiven staan, welke zijn dat? Ja, ik heb de klassieke rassen. Dus dat is voornamelijk Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris, Auxerrois, een beetje Riesling. En waar we hier staan, dat zijn de vroege soorten. Dat is de ziekenreben. Die is niet zo erg bekend in Nederland. Waarschijnlijk ben ik een van de weinigen of de enige wat die heeft. En hiernaast staat nog wat Fruitburgonder. Dus dat is voor een fruitige rode wijn. Dat was hem weer, onze wijnfietsroute door het oosten van Zuid-Limburg. We hebben genoten van prachtige wijnhuizen en mooie wijnen. We hopen dat u genoten heeft van het kijken en we zien u graag volgende keer weer.